Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Spinoza te paard. Welkom aan de mensen thuis en natuurlijk ook de mensen hier in het Paard van Troje. Uw maandelijkse gesprek met de top van de Nederlandse wetenschap. En wat zou ik nu gaan vertellen? Wat denkt u? Wat denkt u wat ik nu ga vertellen? Iemand een idee? Nee? Pardon? Aha, kijk. U kunt dus niet mijn gedachten lezen, blijkbaar. Als u dat had gekund, had ik dat niet hoeven zeggen natuurlijk. Maar misschien zijn de mensen die alle 22 afleveringen van Spinoza het paard wel hebben gezien en denken, oh, dan gaat u nu waarschijnlijk dat vertellen. Dan kunt u dus wel mijn gedachten lezen. Als u mij maar genoeg kent, kunt u voorspellen wat ik ga doen. En daar gaan we het over hebben vanavond. Gedachten lezen door de regels die wij leren van de ander, van situaties. En ja, soms kan dat, soms ook niet. Dat moeten we natuurlijk wel wetenschappelijk onderbouwen. En dat is wat we vanavond gaan doen. We hebben maar liefst 3 wetenschappers, allemaal van de Universiteit Leiden. Straks na de pauze, Arie Verhagen en Max van Duin. Maar eerst natuurlijk onze hoofdspreker, de laureaat, de winnares van de prestigieuze Spinoza-premie. Nou, als u die nog niet kent, dat is 2,5 miljoen euro die een wetenschapper kan besteden aan een wetenschappelijk doel. Nou, ze is klassica. Ze is ook een tijd de directeur geweest van OIKOS, dat is het Nederlandse Onderzoeksinstituut voor Klassici. Ze werd door de Leidse Studentenraad verkozen tot de beste docent van de Universiteit Leiden. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Ineke Sluiter. Ja, ik hoor het, je bent razend populair. Zijn er ook mensen uit Leiden meegekomen? Nou, ze waren niet met mij meegekomen, maar ik zie ze wel zitten. Ja, kijk eens aan de zitten. Wat leuk dat jullie er zijn. Nou, hey, wat ik zo leuk vind aan jouw werk ook, is dat je doet dat heel breed. He, dan publiceer je een boek van 1000 pagina's dik. Dat gaat dan over middeleeuwse grammatica en retoriek. Ik zou het zelf niet zo snel lezen, maar het schijnt heel belangrijk te zijn. Iemand moet het doen. Iemand moet dat doen. Maar ondertussen doe je ook luisterboeken over de Oedipus, het Nederlands-Grieks woordenboek. Al echt dat hele spectrum van je vakgebied. Nou ja, normaal is dat altijd een beetje sappelen om daar geld voor te krijgen. Moeilijk. En dan krijg je ineens 2,5 miljoen. Wat ga je ermee doen, Ineke? Nou, dat was niet zo heel moeilijk om te bedenken. Om te beginnen, het mooie onderzoek waar we vanavond verslag van doen, gedachten lezen. Een heel belangrijk onderwerp. Ook een onderwerp dat de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen en ook de beta's met elkaar verbindt. Dat vind ik heel belangrijk. Het woordenboek, je zei het al, belangrijk. Zonder woordenboek kunnen mensen geen teksten lezen. Nee. Ieder Europees land moet eigenlijk zo'n woordenboek hebben. Van het Grieks naar de eigen taal. En de Spinoza-prijs stelt ons in de gelegenheid om dat instrument te maken. En dan zijn er een aantal jonge onderzoekers die aan hun eigen projecten kunnen werken dankzij dit geld. Dus heel mooi om dat te krijgen. Oké. Okay. Ja. Wat toen je eerst vroeger voor Spinoza te paard dacht, nou, we gaan het hebben over de Grieken en de Romeinen. We gaan terug in de tijd. Ja. Het kwam ineens met een ander onderwerp. Maar krijgen we nog wel iets uit de klassieke auto? Ja, klein beetje. Klein beetje nog. Klein beetje Grieks, dat moet er natuurlijk altijd wel bij. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ineke Sluiter. Dankjewel. Ja, dames en heren, we gaan het vanavond hebben over gedachten lezen. Ik haal even mijn zakken leeg, want het staat zo slordig anders. De titel van het programma van vanavond, het verwondert u niet. En hier ziet u een plaatje van wat ik vanavond niet ga doen. U moet namelijk vooral niet denken dat het bij gedachten lezen gaat om iets engs, iets esoterisch. Een beetje een griezelig uitziende vrouw die in haar glazen bol kijkt en daar een beeld ziet van een brein. En daar zomaar uit af kan lezen wat voor gedachten daarin zitten. Het bijzondere van gedachten lezen is namelijk dat het iets doodnormaals is. Zo normaal dat we er vaak niet bij stilstaan. En een van de taken van wetenschap is om het doodnormale ook weer bijzonder te maken. En te laten zien wat daar aan de hand is. Wat bedoel ik dan wel met gedachten lezen? Nou, mensen zijn eigenlijk heel erg goed in inlevingsvermogen. Als we zien dat iemand zich bezeert, als we iemand heel hard zien lachen of heel hard zien huilen, dan voelen we als het ware met die persoon mee. Dat is nog niet echt gedachten lezen. Het is een soort voorstadium. Van gedachten lezen is sprake als je
bewust aan een ander ideeën toeschrijft. Denkt dat iemand iets denkt, weet, wil, intenties heeft. Als je dat toeschrijft aan een ander, dan ben je feitelijk aan het gedachten lezen, tussen aanhalingstekens, maar dat maakt natuurlijk geen leuke titel van een lezing. Mensen zijn geneigd tot coöperatief gedrag. Dat blijkt eigenlijk alleen al uit het feit dat we taal gebruiken. Elke keer als we communiceren, dan zijn we aan een samenwerkingsproject bezig. Wij proberen iets over te brengen en degene tegen wie we praten gaan er zonder meer van uit dat we proberen ze iets te vertellen, dat we een intentie hebben met dat taalgebruik. Dat is een vorm van samenwerken. Zelfs als je ruzie met iemand maakt, ben je tegelijkertijd bezig met een samenwerkingsproject. Want je communiceert in taal en dat veronderstelt samenwerking. En dat veronderstelt ook dat je probeert de ander te begrijpen, dat je een poging doet tot gedachten lezen. En dat coöperatieve gedrag, dat uit zich bijvoorbeeld ook omdat wij er zelden te beroerd voor zijn om een ander gericht te helpen. Als je gericht hulp wil verlenen, betekent dat dat je begrijpt wat de ander op dat moment nodig heeft. Je doet niet wat jij zelf op dat moment nodig hebt, maar je leeft je in, je verplaatst je in de positie van die ander en de hulp is dus gericht. In een geval als dit, we zien deze dame aan een duidelijk loodzware koffer sjorren en wij begrijpen dat zij naar boven wil. En als je dit tegenkomt, terwijl je zelf naar boven rent, die trap op, dan is de kans goed aanwezig dat je een handje toesteekt. Dat je deze mevrouw helpt. We begrijpen de situatie en we willen wel helpen. Dat ligt totaal anders wanneer je deze meneer tegenkomt, hoewel je ziet dat hij feitelijk met een zeer vergelijkbare activiteit bezig is. Hij short aan iets, de gelaatsuitdrukkingen zijn vrijwel identiek. Maar de man zou je voor stapelgek verslijten als je aanbood hem een handje te helpen. Wij doen dat dan ook niet, want we voelen aan dat dat op dat moment volkomen ongepast gedrag is. Het past absoluut niet bij het scenario van iemand die zich in een sportschool in het zweet werkt. Sterker nog, als die man aan ons zou vragen, kunt u even helpen? Dan denken we, dat kan, maar dan denken we niet dat hij vraagt om hem te helpen met dat gewicht. We gaan dan kijken of er iets in zijn situatie is waardoor die misschien hulp nodig zou kunnen hebben. En we negeren feitelijk dat gewicht. We kijken of zijn veter los zit, of dat er iets aan de apparatuur mankeert. We proberen ons in te leven in wat voor hulp hij nodig heeft. Dit is een soort doelgericht je verplaatsen in de ander, dat niet alleen mensen tot hun beschikking hebben als vermogen, maar dat net zo goed geldt voor primaten, voor apen. Het stond vorig weekend nog in de NRC. Apen snappen de behoefte van een ander. En er was een experimentje gedaan. Je ziet hier twee apen in hokken naast elkaar. Ze kunnen niet bij elkaar. De ene aap heeft de beschikking over gereedschap, maar hij kan daar verder niks mee. De andere aap zou theoretisch bij een glaasje vruchtensap kunnen, maar hij heeft geen gereedschap. Dit is typisch een situatie waar doelgerichte hulp op zijn plaats zou zijn. De aap met het gereedschap moet de andere aap helpen. Hij kan zien wat die aap nodig heeft. Hier komt zo meteen het gereedschap naar binnen geschoven. Het is een doos. Ja, u ziet dat er ook behoefte is aan hulp. En hoewel die eerste aap allemaal dingetjes in die doos heeft zitten, is er toch maar één instrument dat de andere aap werkelijk kan gebruiken. Dat is een rietje, want daarmee kan hij namelijk dat sap drinken. De andere aap wil hulp. Je ziet dat de eerste aap niet overloopt van hulpvaardigheid. Maar uiteindelijk is hij toch bereid om het gevraagde dingetje aan te leveren. Gerichte hulp. Apen kunnen het ook. Mensen gaan nog een stuk verder dan apen. Want wij zijn niet alleen in staat om onze soortgenoten te helpen. Dat is natuurlijk heel prettig sociaal gedrag wat we daar vertonen. Maar wij kunnen ons ook inleven in de situatie van niet-soortgenoten. Het is nu ook net weer ongeveer de tijd van het jaar daarvoor. Want in deze tijd van het jaar, dames en heren, is de paddentrek gaande. Padden moeten zich van hun winterverblijf verplaatsen naar het water waar zij zich zullen voortplanten. En om dat te doen moet je in Nederland vaak water opzoeken door een weg te passeren. En je ziet vanuit het perspectief van de pad
dat dat nogal een hachelijke onderneming is. Veel padden worden daar plat bij gereden, maar gelukkig zijn er vrijwilligers. Zoals deze man, die zich totaal kunnen verplaatsen in de behoeften van de pad. En die bereid zijn om doelgericht hulp te verlenen. De padden kunnen zich, kijk, Ad Karelse, vrijwilliger, staat er ook. Daar gaat hij met de emmer. Het is de paddenklaarover die hier aan het werk is. Ze zitten in dat emmertje, ze moeten naar het water. En mensen kunnen doen aan doelgerichte hulpverlening, ook van niet-soortgenoten. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk werk. Goed, dit zijn allemaal voorbeelden van hulpgedrag. En daarmee ook voorbeelden van coöperatie. Net als taal zelf zijn er allerlei situaties waarin mensen samenwerken. Er zijn ook heel veel situaties waarin wij als mensen ons gedrag op dat van de andere mensen moeten afstemmen. Waarin we coördinatieproblemen oplossen. En bijvoorbeeld als we met een grote meute mensen door de Kalverstraat lopen. We willen ook, sorry, ik ben hier in Den Haag, maar u hoort, ik ben een Amsterdammer. Je wilt niet tegen elkaar aanlopen en je moet op een of andere manier je gedrag op dat van de anderen afstemmen. De socioloog Schelling die heeft onderzoek gedaan naar dit soort coördinatieproblemen in de jaren 50 van de vorige eeuw. En hij legde aan een aantal rechtenstudenten het volgende probleem voor. Je moet een collega ontmoeten in New York. Je kunt de collega niet spreken, dus je kunt niet iets afspreken. Waar ga je heen? Nou, is New York een grote stad. En toch was het zo dat een heel groot deel van de studenten op een saillant punt kwam. Dat aansprekend genoeg was dat het een goed idee leek om daarheen te gaan. En dat is dit punt. Dit is de informatiebalie, als het ware, de grote klok in Grand Central Station in New York. In de jaren 50 was dat werkelijk een herkenningspunt. Als ik met iemand van u zou moeten afspreken in, laten we zeggen, een stad die we niet goed kennen, Moskou of Parijs, dan komen we misschien wel onafhankelijk van elkaar, maar niet helemaal, dat zal ik zo uitleggen, op voor Moskou bijvoorbeeld het Rode Plein. Laten we het Kremlin maar proberen. Misschien dat die ander daar ook heen gaat. Bij dit soort coördinatieproblemen moet ik dus niet alleen bedenken wat ik eens zal gaan doen, of wat de ander zal gaan doen, maar ik moet ook bedenken wat de ander zal denken dat ik ga doen. Ja? Dus er zit hier een soort gelaagdheid in en mensen zijn er extreem goed in om dit soort coördinatieproblemen op te lossen. We leven in groepen, gedachten lezen maakt ons dat gemakkelijk. Nou, tot nu toe hebben we het gehad over coöperatief gedrag, maar we weten allemaal dat dat een beetje een ideale situatie is en dat mensen nou eenmaal zich niet altijd zo coöperatief opstellen. We moeten ook uitkijken dat we er niet ingeluist worden, dat mensen ons vertrouwen niet beschamen. Dus een gezonde dosis argwaan, achterdocht, wantrouwen, een gezonde dosis, dat kan geen kwaad in de sociale omgang. Je moet zorgen dat je niet het slachtoffer wordt van een te grote goedgelovigheid. Hoe leer je dat? Kinderen moeten dat leren om daar op een goede manier mee om te gaan en dus op een goede manier de gedachten en de bedoelingen van anderen te leren. Nou, hoe leert een kind dat? De meeste kinderen leren dat, dat weten we. Voor een deel is dat natuurlijk ervaring. Je maakt dingen mee en daaruit maak je op dat soms iemand probeert je voor de gek te houden of zijn voordeel met je te doen en dat er soms echt sprake is van coöperatie. Maar mensen hoeven niet alleen maar te leren uit ervaring. Wij kunnen ook cultureel informatie doorgeven. En dat betekent dat we gebruik kunnen maken van als het ware gestolde ervaring. De ervaringen van anderen. En waar zitten nou die brokjes informatie, die gestolde ervaring? Waar zitten die? Die worden voor een groot deel doorgegeven via verhalen. En dat hoeven helemaal niet van die ingewikkelde verhalen te zijn. Sommige zijn ingewikkelder dan andere. Maar de verhalen die we aan kinderen vertellen, die helpen vaak al om ze voor te bereiden op situaties waarin gedachtenlezen aan de orde is. En daar wil ik u wat voorbeelden van geven. En je krijgt ook een soort vliegwieleffect. Je hebt gedachtenlezen nodig om die verhalen te begrijpen. En tegelijkertijd kun je betere gedachtenlezers worden door naar die verhalen goed te luisteren. Ik ga u drie voorbeelden geven waar een gezonde dosis argwaan op zijn plaats is. De eerste is het type verzin een list. Het zijn situaties waarin je zelf iets moet bedenken
om uit moeilijkheden te komen. De tweede situatie is het type trap er niet in. Het zijn situaties waarin mensen dingen zeggen die ze niet bedoelen en die slechte dingen voor hebben. Dat moet je doorhebben. En de derde type is het type wees een schaker. Denk een paar stappen vooruit. Wat zien we hier? Welk verhaal zien we hier? Hans en Grietje. Hans en Grietje, een eenvoudig sprookje. Dit is een verhaal van het type verzin een list. U kent het verhaal, Hans en Grietje, weg van huis. Ze komen het snoephuisje tegen, breken er een stukje van af. Een oud vrouwtje komt naar buiten, knibbel, knabbel, knuisje. Wie eet er aan mijn huisje, weten jullie nog. De kinderen worden mee naar binnen geloodst en Hans, onfortuinlijkerwijze, blijkt het vrouwtje een lelijke heks te zijn. Ook een nuttig leermoment voor de kinderen. Ja. Hans wordt in een kooitje gestopt en wordt vetgemest door de heks. En Grietje is de slimmerik. Grietje wordt aan het werk gezet door de heks. Ze moet poetsen en vegen en dat soort dingen doen. Maar Grietje heeft de heks door. En Grietje weet dat de heks Hans aan het vetmesten is. En zij verzint een list. Ze geeft Hans een stokje, of in sommige versies van het verhaal geeft ze hem een kippenbotje. En ze zegt, als de heks komt en aan je vingertjes wil voelen, om te kijken of ze al een lekker mals dik jongetje voor zich heeft, steek dan gauw dat stokje of dat kippenbotje door de tralies. Dan zal de heks denken, gedachten lezen, dat je nog steeds een heel mager jongetje bent en dus niet lekker om op te eten. Dit is die situatie. Je ziet Grietje kijken. Grietje weet dat de heks nu zal denken dat Hans te mager is om op te eten. En Hans weet dat Grietje wil dat de heks dat denkt. Gedachten lezen. Het lijkt een eenvoudig verhaaltje, maar het laat je precies zien hoe zo'n list werkt. Dit verhaal kent u ook. Het is een fabel. Welke fabel? De vos en de raaf. De vos en de raaf. Hele korte en eenvoudige fabel. U ziet hier al een gevorderd stadium van het verhaal. De raaf zit op een tak met een lekker stuk kaas in zijn snavel. Hier is het al één stadium verder. In sommige verhalen is het een lekker mals stuk vlees in zijn bek. Hè. Bijvoorbeeld bij Aesopus, daar komt zo'n klassieke auteur. Maar dit is de vegetarische versie. En het is volkomen duidelijk wat de vos wil. Althans, voor ons is dat volkomen duidelijk. De vos wil de kaas. Maar dat is niet wat de vos zegt. De vos gaat aan de voet van de boom staan en zegt, wat een prachtige vogel bent u toch. Wat een prachtig zwart pak, die glanzende veren, het is fantastisch. Wat ontzettend jammer dat u niet kunt zingen. En de raaf die niets doorheeft, maar een ijdel dier is, denkt, nou, dat moet ik hem dan even laten zien. En spert wagenwijd zijn snavel open om een afschuwelijk gekras te laten horen. En natuurlijk valt de kaas naar beneden en de vos gaat ermee vandoor. De raaf is er totaal niet in geslaagd om gedachten te lezen. Hij heeft de les van trap er niet in, niet door. Maar het is een fabel, dus we krijgen de moraal expliciet opgediend. Als iemand je loopt te vleien, trap er niet in. Want hij bedoelt iets anders dan wat hij zegt. En de raaf zelf zegt aan het eind van dit verhaal, dit overkomt mij nooit meer. Hij weet het. We gaan nog één stadium verder. Nou, dit is wel een hele moeilijke illustratie. Wie dit meteen raadt, is een gedachtenlezer van een heel ander niveau. Misschien moet ik gewoon beginnen met het verhaaltje te vertellen. Of herkent iemand het toch? Repelsteeltje. Het verhaal van Repelsteeltje, dames en heren, is een prachtig voorbeeld van gedachtenlezen waar je met elkaar in competitie bent over wie het verst door kan denken. U herinnert zich hier ook het verhaal. Het meisje dat door de koning voor een onmogelijke taak wordt gesteld, tot 3 keer toe op straffe des doods, en die tot 3 keer toe geholpen wordt door een merkwaardig mannetje. Een merkwaardig mannetje dat in staat is om stro tot goud te spinnen.
Elke keer vraagt hij een beloning voor zijn hulp. Hij vraagt een kettingje. Hij vraagt een ring. En de derde keer heeft het meisje niks meer om aan hem te geven. En dan worden ze het eens op de volgende beloning. Het meisje zal te zijner tijd haar eerstgeboren kindje aan dit mannetje moeten geven. Meisje heeft nog geen kindje. Meisje kan zich slecht inleven in die toekomstige situatie. En bovendien is de nood hoog. Dus ze gaat akkoord met deze evident slechte deal. En dat lukt ook allemaal heel goed. Door de hulp van het mannetje trouwt ze met de koning. En sure enough, ze wordt zwanger en na een jaar is die baby er. En staat het mannetje weer voor haar neus. En op dat moment voelt zij er niet meer zoveel voor om die baby af te geven. Dus zij vraagt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om van onze afspraak af te komen? En het mannetje zegt, je hebt 3 dagen de tijd om te raden hoe ik heet. Meisje, nu een prinses, laat overal in het land de namen verzamelen. En ze probeert ze allemaal uit. De eerste dag, het lukt niet. De tweede dag, het lukt niet. De tijd begint te dringen. Ze loopt 's nachts wanhopig door het park om het kasteel waar ze nu woont. En stuit opeens op een lichtbron. Ze ziet een vuurtje. Ze ziet het mannetje dat daaromheen danst en een liedje zingt. Niemand weet... Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Voor gedachtenlezers is dit een buitengewoon interessant moment. Want de prinses weet nu 2 dingen. Ze weet dat het mannetje Repelsteeltje heet. En ze weet dat het mannetje denkt dat niemand weet dat hij Repelsteeltje heet. Inclusief de prinses. Ze wacht rustig de komst van het mannetje af de volgende dag... En nu begint die krachtmeting, want die prinses zegt niet in 1 keer... ik ben er hoor, je heet Repelsteeltje. Daar was niet zoveel aan geweest, misschien ook. Maar hier begint een echte krachtmeting. Het mannetje is zeker van zijn zaak. Hij weet zeker dat zij niet weet dat hij Repelsteeltje heet. Dus hij zegt, en? Nog namen bedacht? En de prinses speelt met hem en zegt, ja, ik weet het niet, Jan... Mis, zegt het mannetje. Nog andere ideeën? Ja. Piet misschien? Lachwekkende voorbeelden natuurlijk, alsof die namen ook maar een kans hadden gehad om het te zijn. En dan slaat de prinses op de 3e keer toe en zegt, Repelsteeltje. En dat is precies het moment waarop ze natuurlijk wint. Ze heeft hem laten geloven dat hij gelijk had met zijn zekerheid, dat niemand wist dat hij Repelsteeltje heette. En ze verslaat hem in een krachtmeting die heel veel te maken heeft met gedachtenlezen. Zo leren kinderen als het ware spelenderwijs dit soort scenario's. Ze leren om een list te verzinnen. Ze leren om er niet in te trappen. En ze leren om verschillende stappen door te denken en iemand daar een beetje mee voor de gek te houden, dit soort krachtmetingen aan te gaan. Ik had beloofd dat ik toch ook nog even bij mijn klassieke oudheid uit zou komen. En er zitten hier een aantal studenten die weten over welk verhaal dit gaat. Oedipus. Het is namelijk niet alleen zo dat je met verhalen die je aan kinderen kunt vertellen, met sprookjes, met fabels, kunt leren over gedachtenlezen. Maar je kan je kennis van het gedachtenlezen ook gebruiken om... de meest klassieke, de prachtigste verhalen uit de wereldliteratuur beter te begrijpen. Oedipus, die kent u allemaal, dat is de man van wie al door het lot was voorzegd dat hij zijn vader zou doden, zou vermoorden, en dat hij met zijn moeder zou trouwen. Er is een schitterende tragedie over deze figuur geschreven door Sophocles, 5e eeuw voor Christus, in het klassieke Griekenland, op een moment dat Athene een economisch centrum van bloei was, kom daar nu eens om. En een cultureel centrum van bloei. Het is een tijd waaraan ik graag mag terugdenken en waaraan ik u nu even herinner. Toch wel een belangrijke periode. En de Oedipus is een fascinerend stuk, omdat je kunt zeggen dat het eigenlijk over mindreading, over gedachtenlezen gaat. Waarom is dat? Omdat aan het begin van dat stuk alles wat er beroerd is en wat er mis is gegaan met, kon gaan met Oedipus, al gebeurd is. Het is al achter de rug. Hij heeft zijn vader
al vermoord. Hij wist niet dat het zijn vader was, maar het is al gebeurd. Hij is al getrouwd met zijn moeder en heeft daar diverse kinderen verwekt. Allemaal al achter de rug. Het enige wat nog niet is gebeurd, is dat Oedipus niet weet wat hij heeft gedaan. Hij weet niet dat de vorige koning, of dat de man die hij heeft gedood, zijn vader was. Hij heeft geen idee dat de vrouw met wie hij leeft zijn moeder was. En in de loop van die tragedie zal hij erachter komen. Dus als publiek ben je eigenlijk voortdurend aan het mindreaden, aan het gedachten lezen. Wat weet Oedipus? Dat is waar dat stuk over gaat. En er is nog een reden waarom dit stuk fascinerend is voor gedachten lezen. En dat is dit. Oedipus is een beetje een op hol geslagen gedachtenlezer zelf. Het is een argwanend mens. Hij is achterdochtig, hij ziet overal complotten. Hij denkt dat mensen het op zijn troon hebben voorzien. En wat hij doet is wat mensen met een vorm van paranoia allemaal doen. Hij is hyperactief in het toeschrijven van dat soort gedachten en bedoelingen en intenties en overtuigingen aan andere mensen, zonder dat het waar is. En met deze gegevens kun je eigenlijk een heel belangrijk moment in deze tragedie heel goed begrijpen. Het is het moment waarop zijn moeder en vrouw, Jocaste, opeens begrijpt wat er aan de hand is. Ze wisten al dat Oedipus waarschijnlijk de vorige koning heeft gedood. Maar ook zij wist nog niet dat ze eigenlijk met haar zoon te maken had en dat die zoon ook zijn vader heeft gedood. Maar er komt een moment in het verhaal dat het kwartje bij haar valt en bij Oedipus nog niet. En als publiek weten we het. We hebben voortdurend meegedachten gelezen. Heel belangrijk. En op dat moment zegt Jocaste tegen haar man, haar zoon, stop ermee. Niet verder zoeken. We hoeven niet verder te zoeken. Het is wel goed zo. Laat het maar zitten. En Oedipus, die immers hyperactief is in het toeschrijven van gedachten aan anderen, zegt tegen haar, dat zeg je alleen maar omdat je bang bent dat ik een slaaf zal blijken te zijn, van lage afkomst. Je bent een snob, je schaamt je voor me. Nou, wij weten dat het totaal het omgekeerde is. Het probleem is niet dat hij het kind van een slaaf is. Het probleem is dat hij de zoon van de koning en de koningin was. Dus hij kan bijna niet meer fout zitten. En op dat moment zegt Oedipus wat hij denkt. Jocaste weet dus nu wat hij denkt, want hij heeft dat net gezegd. En de enige manier om hem te corrigeren is om hem te zeggen wat zij nu weet. Maar ze wil immers niet dat hij dat weet. Dat is precies waarom ze zei, zoek niet verder. En op dat moment staat zij pad. En je ziet haar dus afgaan, zwijgend. Ze vertrekt gewoon. En het enige wat ze nog weet te doen, is zich te verhangen. En als Oedipus dat merkt binnen en ontdekt wie hij is en wat er gebeurd is, dan steekt hij zich de ogen uit. Nou is dit wel een heel verdrietig verhaal om op te eindigen. Maar toch ga ik dat doen. Alleen niet dan nadat ik u gezegd heb dat precies dezezelfde gedachtenleeservaringen ons niet alleen helpen om door te dringen in Oedipus, maar dat het zo gewoon is dat u het elke dag doet met elkaar als u aan het communiceren bent, als u in sociale situaties zit. Als u hoge literatuur leest, als u een sprookje voorleest aan uw kinderen. En ook als u 's avonds dan eindelijk op de bank bent beland en u zept naar een sitcom. En dat gaat Max van Duin u vertellen. Max. Dames en heren, ik ga met u stilstaan bij de vraag, hoe werkt dat gedachtenlezen nu? Wat doen wij precies op het moment dat we zo'n ingewikkelde gedachtenleestaak begrijpen? Zoals die bijvoorbeeld in Oedipus of in Repelsteeltje. En daarvoor moeten we eerst even terug naar de basis. En die basis die delen wij met onze naaste verwanten in de natuur. Dat zijn de chimpansees en de bonobo's. En onze landgenoot Frans de Waal heeft veel onderzoek naar juist deze mensapen gedaan. En die heeft ons onder andere aan een heel nuttig onderscheid geholpen, namelijk het onderscheid tussen empathie, in de betekenis van emotionele aanstekelijkheid, en empathie die een stap verder gaat, namelijk cognitieve empathie. Emotionele aanstekelijkheid is in de natuur wijdverspreid. Bijna alle sociale dieren
die vertonen het verschijnsel dat als er één een bepaalde emotie krijgt, bijvoorbeeld gestrest raakt, dat anderen dat ook krijgen. Maar wat uniek is en wat voorbehouden is aan een heel klein select gezelschap in de natuur, dat is cognitieve empathie, waarbij we ook in staat zijn om te begrijpen waar die emotie vandaan komt. Nou, dat is voorbehouden aan de mensapen, waar wij ook toe behoren, en misschien ook aan dolfijnen en olifanten. En dat begrijpen van die anders beweegredenen, dat is eigenlijk wat wij gedachtenlezen noemen. Zodra die cognitieve stap erbij komt kijken, dan heet het gedachtenlezen. En die apen, dat hebt u net gezien in het filmpje van de aap met het gereedschap, die zijn daar behoorlijk goed in. Maar wij zijn daar nog een heel stuk beter in. Wij kunnen namelijk meerdere gedachtenleestaken in elkaar inbedden. En ik ga nu even kijken met u hoe goed we daar dan in zijn. Want u hebt nu allemaal gezien dat deze appel rood is. En Saar, u ziet dat Saar dat ziet. Dus nu weten wij allemaal dat Saar weet dat de appel rood is. Het valt er een beetje af, maar er staat dus Saar weet dat de appel rood is. Nou, dit weten wat een ander weet, wat wij nu aan het doen zijn, dat wordt in de psychologie vaak theory of mind genoemd. Maar wij gebruiken die term niet, daar hebben we goede redenen voor. Steeds meer wetenschappers gebruiken die term niet. Wij noemen dat dus gedachtenlezen. Daar gaan we nu niet op in. Als u die goede redenen wil weten, kunt u dat altijd aan het eind vragen. Maar die theory of mind bij ons, die gaat verder. Is er hier iemand in de zaal die Jip heet, toevallig? Mag ook Job zijn, want het is daar toch een beetje weggevallen. Of in ieder geval, zelfs de P is niet meer zichtbaar. Nou, stel dat Jip of Job hier nu aanwezig was. En wij hadden net gezien dat Jip gezien heeft, dat Saar gezien heeft, dat die appel rood is. Dan weten wij nu met z'n allen dat Jip weet, dat Saar weet, dat de appel rood is. Kunt u volgen, toch? Ja? Gefeliciteerd, dan bent u in ieder geval allemaal mensen, want chimpansees waren hier namelijk waarschijnlijk afgehaakt. Dit is namelijk een gedachtenleestaak van de derde orde. En wij kunnen dat doorvoeren tot meerdere orders. Dus als wij meerdere gedachtenleestaken in elkaar inbedden, dan noemen we dat ook wel multiple order intentionality. Nou, die meerdere orde gedachtenleestaken zijn ook voor ons niet altijd makkelijk te begrijpen. Nu staat hier Koos weet, dat Pien weet, dat Jip weet, dat Saar weet, dat de appel rood is. Nou, omdat we het voorzichtig hebben opgebouwd, kunt u nog wel een beetje een voorstelling maken van wie nu precies wat weet. Maar stel dat er vanochtend iemand naar u toegekomen was en die had gezegd, Koos weet, dat Pien weet, dat Jip weet, dat Saar weet, dat de appel rood is. Dan had u zich toch wel eventjes achter de oren gekrapt. En dat geldt waarschijnlijk ook wel voor deze zin. They don't know that we know, they know we know. Ja, ik zie u krabben. U begrijpt deze zin niet, tenzij u dit t-shirt heeft, want het is een t-shirt, en een hele grote fan bent van de sitcom waar die uitkomt, namelijk Friends. U begrijpt deze zin nu nog niet, maar ik kan met u wedden dat u over 5 minuten wel weet naar welke ingewikkelde gedachtenleessituatie deze zin verwijst. Er is namelijk een hele goede methode om ingewikkelde gedachtenleessituaties te doorgronden. Namelijk gebruik maken van een verhaal. En dat verhaal, dat gaan we nu met z'n allen bekijken, bestaat uit 3 fragmentjes, waarvan dit de eerste is. Oh, look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys! Hey! Wat is hier aan de hand? Dit keer gaat het er dus niet om dat er een appel rood is, maar het gaat erom dat er een vriendengroep van 6 personen is. En in die vriendengroep zijn er 2 die een geheime relatie hebben sinds kort. 2 anderen uit die vriendengroep wisten dat niet, maar komen daarachter omdat ze toevallig in een buurflat staan en een getuige zijn van een geheim rendezvous van dat geheime stel uit hun vriendengroep. Nu zouden ze natuurlijk aan het koppel kunnen gaan vertellen wat ze weten. Maar dat doen ze nog even niet. Ze besluiten, eigenlijk net als de prinses van Repelsteeltje, hun kennisvoorsprong nog even ergens anders voor te gebruiken. Dus wat gaan ze doen? Ze zetten een complot op touw. Een soort practical joke, een grap. Ze gaan die anderen voor de gek houden. En dat complot bestaat er in de eerste instantie uit
dat Phoebe, de blondste van de twee, gaat doen alsof zij opeens gevoelens heeft voor Chandler, de man van het geheime koppel. Maar dat koppel voelt al snel nodig. Hi! Hi Chandler! I miss you already. Did you see that with the inappropriate and the pinching? Actually, I did. Okay, so now do you believe that she's attracted to me? Oh my God. Oh my God, she knows about us. Are you serious? Phoebe knows and she's just trying to freak us out. That's the only explanation for it. Okay, but what about, you know, my pinchable butt and my bulging biceps? She knows. Joey. Yeah. Phoebe knows about us. Well, I didn't tell them. Them? Who's them? Phoebe and Joey. Joey? And Rachel. I would have told you, but they made me promise not to tell. Oh, man. I'm sorry. But hey, it's over now, right? Because you can tell them you know they know, and I can go back to knowing absolutely nothing. Unless. No, not unless. Look, this must end now. Oh, man, they think they are so slick messing with us. But see, they don't know that we know that they know. So. Ah, yes. The messers become the messies. Hey, u ziet? Het geheime stel ontdekt dat hun relatie niet langer geheim is. Maar in plaats van dat ze nu inderdaad, zoals de, laten we zeggen, de domme oor van het stel, die het allemaal niet zo goed aan kan, in plaats van dat ze doen wat hij zegt, namelijk gewoon met z'n allen weten dat het zo is, besluit het stel ook weer gebruik te maken van hun kennisvoorsprong. Want zij weten nu wel dat hun relatie niet meer geheim is, maar ze weten ook dat de anderen niet weten dat zij nu ontdekt hebben dat hun relatie niet meer geheim is. Dus ze gaan een tegencomplot oprichten. En dat tegencomplot bestaat eruit dat dus Chandler, de man, nu gaat doen alsof hij ingaat op die versierpogingen van Phoebe. Hello. Oh, yeah. Hey, hold on a second. She's right here. Hey, it's Chandler. Oh. Hello, you. Hello, Phoebe. I've been thinking about you all day. Huh? We know that thing you said before. I'd be lying if I said I wasn't intrigued. Really? Yeah, listen, Joey's not going to be here tonight, so why don't you come over and I'll let you feel my bicep. Or maybe more. I'll have to get back to you on that. Okay, bye. Oh my God, he wants me to come over and feel his bicep and more. Are you kidding? No. I cannot believe he would do that to my... Joey, do they know that we know? No. Joey? They know you know. Oh, I knew it! Oh, I cannot believe those two. They thought that they could mess with us. They're trying to mess with us? They don't know that we know they know we know. And Joey, you can't say anything. Couldn't if I wanted to. Nou, dat was hij dus. They don't know that we know they know we know. Nou, die zin is natuurlijk nog steeds monsterlijk. Daar gaat het niet om. Maar u hebt nu wel de situatie begrepen waar die zin naar verwijst. Het is de basis voor het tegen-tegencomplot. Nou, en daarmee hebt u in 5 minuten een vijfde orde gedachtenleestaak ten uitvoer gebracht. Heel goed gedaan. Daarmee ook weer gefeliciteerd. Maar een wetenschapper zegt zoiets natuurlijk niet voor niks. Wat u namelijk gedaan hebt, is het uitvoeren van een hele alledaagse, maar toch heel ingewikkelde taak. Aan de ene kant hebben we te maken met een ingewikkelde cognitieve vaardigheid. En die zinnen die zijn op het moment dat je zo'n situatie dus logisch probeert onder woorden te brengen, vrijwel meteen onbegrijpelijk. Tegelijkertijd heeft een verhaaltje ons in hele korte tijd duidelijk gemaakt waar die vijfde orde situatie over gaat. Nou, daar zit een paradox tussen.
En wetenschappers zijn ervoor om paradoxen op te lossen. Dus de vraag is eigenlijk, wat heeft dat verhaaltje nou precies met ons gedaan? Daar hebben wij in Leiden onderzoek naar gedaan. En daar komt uit dat het verhaaltje, om te beginnen, mensen op het toneel brengt, waarin wij ons kunnen inleven. En met wie we meekijken vanuit verschillende perspectieven. Die wisselende camerastandpunten zijn de manier waarop dat in een sitcom gedaan wordt. En op die manier krijgen wij een helikopterblik. Daarnaast hebt u gezien dat het filmpje een episodische opbouw vertoont. Dat betekent dat het uit kleine logische stappen, dat noemen we dus episodes, bestond. En in die stappen waren iedere keer 2, hooguit 3 mensen met elkaar in gesprek en in onderhandeling. Daarna werd die episode afgesloten, het pakketje werd als het ware dichtgeklapt. En er ontstond een nieuwe situatie. En in die nieuwe situatie werd er terugverwezen naar het vorige dichtgeklapte pakketje. Dus dat is de manier waarop die complexe structuur wordt opgebouwd. Iedere keer met korte, hele begrijpelijke, logische stappen. Nou, en bij dat inbedden in elkaar zie je ook dat er wat overlap en herhaling plaatsvindt. Er wordt een aantal keer opnieuw gezegd, ze ziet het, eerst zien we dat ze het ziet. En daarna zegt ze een keer my eyes, en daarna zegt ze now I know. Dus we zien dat er voortdurend redundantie optreedt. Een derde techniek die dat verhaaltje eigenlijk toepaste, is dat er verwezen wordt naar heel herkenbare scenario's. En dat wordt ook wel algemeen bekende frames genoemd. We hebben hier te maken met een vriendengroep, kunnen we ons iets bij voorstellen. We hebben te maken met een geheime relatie binnen die vriendengroep. Die twee concepten die integreren we eigenlijk met elkaar. Kunnen we ons meteen een voorstelling maken wat dat betekent. We hebben te maken met een practical joke, voor de gek houden. We hebben te maken met een complot. Allemaal zaken waar we ons iets bij kunnen voorstellen. Eigenlijk scenario's die we kennen. En waarbij we ook weten dat er verschillende rollen weggelegd zijn. Bij het voor de gek houden hebben we inderdaad altijd iemand die dat aan het doen is. En iemand anders die voor de gek gehouden wordt. En die rollen projecteren wij dus op het moment dat we deze situatie zien. Op deze mensen, deze karakters. Wij zijn dus eigenlijk voorbereid bij het kijken van zo'n verhaal. Door kennis die we hebben uit de wereld. En ook uit andere verhalen. Verhalen die we gelezen hebben, andere sitcoms of dingen die andere mensen ons verteld hebben. Wij zijn dus als het ware cultureel geïnformeerd op het moment dat we zo'n gedachtenleestaak moeten uitvoeren. Nou, we hebben nu 3 van deze technieken besproken die zo'n verhaal eigenlijk gebruikt om zo'n ingewikkelde situatie inzichtelijk te maken. Bij het onderzoek in Leiden hebben we er nu in totaal 7 onderscheiden. En het interessante is, we hebben heel veel verhalen bekeken inmiddels. Oedipus is er ook een van, u hoorde het net, dus eigenlijk van sitcoms en fabels tot aan de hoge literatuur. Dat allemaal, en iedere keer duiken weer diezelfde factoren op. Nou, even teruggaand waar we nu begonnen, want diezelfde factoren, u zag ze nu in een sitcom, maar bijvoorbeeld focalisatie vinden we in vrijwel elke roman, maar dan met grammaticale perspectiefmiddelen. Ze nemen dus afhankelijk van het medium een andere vorm aan, maar het zijn wel dezelfde technieken. Even terug naar die basis. Waarom konden wij nou beter gedachten lezen dan die apen? Nou, een deel van het antwoord daarop is natuurlijk dat het aan ons brein ligt. Ons brein is groter en ook op sommige plaatsen krachtiger, met name hiervoor in de prefrontale cortex waar onze sociale cognitie huist. Daar is ons brein krachtiger. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dus dat wij cultureel geïnformeerd zijn. We hebben in de loop van vele generaties allemaal technieken ontwikkeld. Dat is eigenlijk die gestolde ervaring waar Ineke Sluiter het ook over had. En die technieken die helpen ons bij het doorgronden van ingewikkelde gedachtenleessituaties. We hebben er net 3 aan het werk gezien. En het mooie is, deze technieken die worden gedragen door onze taal en onze cultuur. Verhalen spelen hierin namelijk een hele fascinerende dubbelrol. Aan de ene kant hebben we namelijk die technieken nodig om die verhalen te kunnen begrijpen. Maar aan de andere kant zijn die verhalen ook zelf weer een doorgeefluik voor deze technieken. Ze trainen ons brein, zoals Ineke Sluiter het ook net al onder woorden bracht, om op een andere manier naar de werkelijkheid te gaan kijken, namelijk langs de lijnen van dit soort technieken. Zo leren we dus van verhalen om ingewikkelde gedachtenleessituaties te lijf te gaan. En iedereen, voor iedereen die hier vanavond gekomen is om van ons te horen te krijgen hoe je een betere gedachtenlezer wordt, is dus nu het hoge woord eruit. Het antwoord is naar de boekhandel, naar het theater, naar de bioscoop, maar nu eerst pauze. Dank u wel. Hartelijk dank, Max van Duin. U had waarschijnlijk al begrepen, hij gaat zijn proefschrift hierover schrijven. En dat is dus ook wel interessant, want Ineke
en Arie die naar de pauze komen, die zijn allebei begeleiders van hem. U krijgt dus vanavond een soort wetenschappelijke sandwich, zou ik maar zeggen. U wilt natuurlijk ook hun gedachten lezen, dus krijg straks een vragenrondje. Maar ja, we zijn inmiddels met ongeveer 300 mensen hier. Dus om dat logistiek een beetje ordelijk te gaan laten verlopen, heeft u allemaal op uw stoel gevonden, toen u binnenkwam, een klein papiertje, een A5'tje. Dat ziet er een beetje uit als een e-mail, maar dan geprint. Dat noemen wij een P-mail. Oftewel een papieren e-mail. Schrijf daar uw naam op, een onderwerp, een vraag, een eigen theorie, mening, wat dan ook, over gedachten lezen. En dan gaan we straks, na de pauze, gaan we al die vragen hier behandelen, hier op het podium. Nou, we hebben even een kwartiertje pauze, even bellen, de bar is open, even plassen en we zien u graag zo weer terug. Tot zo. Je staat er al. Je kon mijn gedachten lezen. Want ik wou eigenlijk zeggen, dames en heren, een hartelijk applaus voor hoogleraar taalwetenschappen, Arie Verhagen. Dank u wel. Ik ga even kijken of we weer op het punt terug kunnen komen waar we voor de pauze gebleven waren. We gaan het dus hebben over, ik ben de taalwetenschapper, taal en gedachten lezen en wat die met elkaar te maken hebben, de een met het ander. Dat zal hopelijk, kan ik u duidelijk maken dat dat een hoop is. En ik heb een specifiek punt waarop het nuttig is en handig is om erin te komen in dat vraagstuk van de relatie tussen taal en gedachten lezen. En dat is de vraag, hoe leert het kind zijn eerste woord? Voor het eerst een relatie leggen tussen klank en betekenis. Dat is namelijk een best ernstig probleem en dat is door de filosoof Quine in 1960 in zijn boek Word and Object geformuleerd. Het probleem van de onbepaaldheid van betekenis. Het staat ook wel bekend als het Gavagai-probleem, want hij stelde zich de volgende situatie voor. Stel, er is een taal die je helemaal niet kent en u bent een beschrijvend taalkundige en u wil voor het eerst die taal beschrijven. Hoe zit die in elkaar? Hoe kom je daarin? En stel je nu voor dat je bent daar bezig met de inboorlingen op het eiland en er gebeurt iets en de inboorling zegt Gavagai. Dit is wat je in je perceptuele veld hebt, zal ik maar zeggen. En er wordt dus gezegd Gavagai. Wat betekent Gavagai? Haas misschien, of eten? Of iets haasachtigs dat vliegt? Of laten we op jacht gaan, of als er een bepaald cultureel geloof heerst in die gemeenschap, betekent dat dat er slecht weer in aantocht is. Punt is, duidelijk te maken, je kunt het niet beslissen. Als je niet andere middelen hebt om daarin te komen, als je niet al wat weet, dan is het principieel onbepaald. En als je gaat formuleren in termen van andere begrippen, dan verplaats je eigenlijk alleen maar het probleem. Want hoe ben je dan achter de betekenis van die begrippen gekomen? Dus principieel is dat onbepaald. Verwervingsonderzoekers hadden al snel in de gaten, en daar is het natuurlijk ook zo bekend, die halen het ook iedere keer aan, dat dit wel de situatie is waar kinderen voor staan, kleine kinderen, die voor het eerst zo'n relatie moeten leggen. Je weet nog helemaal niks, dus hoe kom je daarachter? Het is heel ingewikkeld eigenlijk. We denken dan wel van, je wijst ergens naar en je uit een bepaald geluid en dan weet het kind, maar we wijzen naar bijvoorbeeld dit fenomeen en je zegt iets als hond of een van die andere dingen die er zegt. Hoe weet je nou op welk aspect daarvan dat specifieke woord moet slaan? Het onderliggende probleem hier is de conventionaliteit. Het feit dat de relatie valt tussen vorm en betekenis aan een groep gebonden is. Een conventie van een taalgemeenschap is en iets willekeurigs heeft. Je kunt het in de ene groep heel anders doen dan in de andere. Dus die willekeurigheid is het probleem om erin te komen. En de enige manier die kinderen hebben om daarin te komen is dat ze inzicht hebben al in communicatie voor taal in wat de ander bedoelt.
die een bepaald geluid tegen ze maakt. Die doet natuurlijk meer dan alleen maar geluid maken. En dat geeft ook aanwijzingen aan zo'n kind over wat de bedoeling is. Pas wanneer en alleen doordat kinderen de bedoelingen van volwassenen die met hen praten, of andere kinderen die tegen hen praten, begrijpen, kunnen ze beginnen hun eerste relaties tussen klankvorm en betekenis te leggen. Dus dat, er is een vorm van gedachtenlezen in communicatie die een voorwaarde is voor taalverwerving. En kinderen moeten dat hebben. Een volgende stap is, dit is nog maar het begrijpen ervan, is dat kinderen natuurlijk op een gegeven moment zelf ook woorden gaan gebruiken. En dat is nog weer iets ingewikkelders. Want als ze dat gaan doen, dan hebben ze een cognitieve toestand bereikt, zal ik maar zeggen, die veronderstelt, die je zo kunt beschrijven, als papa mij naar de lucht kan laten kijken door te wijzen of vogel te zeggen, dan kan ik hem naar de lucht laten kijken door te wijzen of vogel te zeggen. Cognitiewetenschappers zeggen dan, kinderen zijn in staat, daar denken ze niet bij na, maar zo zit hun cognitieve systeem dan dus wel in elkaar, om aan rolverwisseling te doen, rolomkering te doen. Ze zijn zich in staat om zich in te leven in de rol van de ander en te zeggen wat die kan bij mij kan bereiken met die communicatieve handeling, dat kan ik bij die ander bereiken met dezelfde communicatieve handeling. Dat is wat ze bereiken als ze het zelf gaan gebruiken. Dan hebben ze dus een helikopterblik. Die kreet heeft u al eerder gehoord en die zult u nog een keer horen, over wat een communicatiesituatie is. Menselijke situatie, communicatie, zei Ineke Sluiter in haar bijdrage, is een gezamenlijk project. Excuus? Ja, daar hebben we hem. Nog even terug, ik hoorde een plok. Nou is dus de vraag, en daar is ook onderzoek naar gedaan, hebben kinderen dat wel, zo'n helikopterblik over gezamenlijke situaties? Ik laat u een filmpje zien. Wat als materiaal bij een artikel wat uit 2006, wat daarover gepubliceerd is, wat daar specifiek naar keek, gedaan is. En hier gaat het om dat we hier een buis hebben waar iets interessants in zit. En die kan alleen maar door samen te werken opengemaakt worden. Wat er nu gaat gebeuren is dat de proefleider 15 seconden even niet meedoet. En dan is de vraag, wat doet dat kind in die 15 seconden dat het... dat er de persoon hier zijn rol niet speelt. Nou, snapt wel wat er gebeurt. Oh, nou begint hij dus met... Oké, dan gaat hij weer meedoen. De indicatie is dat hij weer mee gaat doen. En het project komt tot een goed einde. En het klokje, het speeltje, dat is er. Oké, dus dat laat zien, vooral dat aanwijzen. Het begint al met het aanschuiven van die buis. Maar vooral dat aanwijzen. Speel je rol. Doe wat je moet doen, wat jij moet doen. Dat is wat, wat dat kind aan aanwijzing geeft. En dat is dus een duidelijke bewijsvoering voor deze onderzoekers van de aanwezigheid van een helikopter, een overzicht over het gezamenlijke project wat ze aan het doen zijn. Dezelfde onderzoekers hebben ook naar chimpansees gekeken. Hier ziet u dus een vergelijkbare opzet. De proefleider die gaat 15 seconden niet meedoen. Je kunt de druif die daarachter zit alleen maar krijgen door allebei een bepaalde actie uit te voeren, want die zit achter dit schuifje die de aap moet optillen. Oké, dus we starten dit filmpje op het moment dat die 15 seconden niks doen begint. En de bedoeling is dus dat u even goed oplet wat de aap doet. Jij naar weer springen en vooral wat hij nu gaat doen. Ga weg jij daar, laat mij het zelf eens. En nu aanwijzingen dat de proefleider, experimentleider weer mee gaat doen. Dat snapt hij en dat lukt best. Geen poging om die ander zijn rol in het overall gezamenlijke project te laten spelen.
En dat vinden deze onderzoekers is inderdaad een belangrijk verschil. Apen hebben inlevingsvermogen, maar hier hebben we dus duidelijk wel evidentie van een verschil, waardoor mensen beter zijn, op bepaalde manieren beter zijn in gedachten lezen, met name in van die samenwerkingsprojecten, dan chimpansees. Dat heeft er dus mee te maken dat wij in groepen levende dieren zijn, waarin die groepen die onderling samenwerken. En conventionaliteit van taal, waar ik het al over gehad heb, wat dus een probleem is voor de taalverwerving, is een iets wat typisch in groepen gebeurt. En het is zinnig om ons even af te vragen wat dat nou weer precies is, conventionaliteit, en waar dat vandaan komt. Ook dat heeft namelijk wel van alles met gedachten lezen en met samenwerking te maken. Delen daarvan heeft u wel gezien. Stel ik voor, we gaan een gedachte-experiment doen om het eenvoudig te houden. In dit geval, twee mensen komen elkaar tegen op een smalle weg, maar nu moet hij verder gaan en lijkt hij dat niet te willen doen. Ja, daar hebben we. Die moeten elkaar daar passeren, op die smalle weg. Of op een smal trottoir. Die hebben een coördinatieprobleem. Want de kant waar ze heen willen gaan, ja, het kan ze niet zoveel uitschelen of ze de ene kant of de andere kant uit willen gaan. Ik zie u al heen en weer gaan. U kent allemaal wel die situaties. Kom je op een trottoir iemand tegen en je staat een tijdje heen en weer te schuiven voordat je erin slaagt om dat coördinatieprobleem op te lossen. Waar je heen gaat, kan me niet schelen welke kant. Als we maar een kant kiezen die ons in staat stelt om verder te gaan op onze weg. Dat is typisch een samenwerkingsprobleem, want je belangen komen overeen. Hoe beter je samenwerkt, hoe beter ook je eigen belangen gediend worden om je doel te bereiken waar je komen wil. Dit is dus zo'n shelling game situatie van hetzelfde soort als het waar ontmoet je iemand anders waar je niet mee kunt afspreken in New York, waar Ineke Sluiter het over had. Maar nu gaan we een stapje verder. Het is niet één keer dat je dat moet oplossen, zo'n coördinatieprobleem. Het probleem herhaalt zich. De volgende dag kon je met dezelfde persoon in een vergelijkbare situatie opnieuw tegen. Als je dan nog een herinnering hebt aan de manier waarop je het gisteren oploste, is de kans groter dan gemiddeld dat je weer dezelfde oplossing zult kiezen. Als je zegt, hoe deden we het gisteren? Oké, dan proberen we dat opnieuw. Waarom? Nou, je denkt, die ander weet dat ook. Die heeft dezelfde herinnering. Dus de kans bestaat dat die ook dezelfde oplossing zal kiezen als die we gisteren bereikt hebben. Laat zich dat nog een paar keer herhalen en wij beginnen van elkaar te verwachten dat we die oplossing die we nu al een paar keer gedaan hebben, weer zullen kiezen als we elkaar weer tegen zullen komen. Dan hebben we wat we noemen een conventie bereikt. Als er een wederzijdse verwachting bestaat dat een specifiek soort van probleem op deze manier wordt door ons, in ons kleine groepje, wordt opgelost. Dat is ontzettend handig, want dat maakt het automatiseerbaar. Je kunt vertrouwen hebben dat het probleem wordt opgelost. Het wordt voorspelbaar, je hoeft niet meer te aarzelen. Dit is de reden dat wij het aandurven om met 80 op een tweebaansweg tegen elkaar in te rijden, zonder daar zenuwachtig van te worden. Je moet wel blijven opletten natuurlijk, maar daar kom ik nog op. De efficiëntie van het oplossen van een coördinatieprobleem neemt door conventies enorm toe. En talen zijn dus hele systemen van conventies van dien aard. Vaste verbindingen tussen vormen, tussen klanken en betekenis zijn conventies om in vaste gedragspatronen, om in terugkerende gelijksoortige communicatiesituaties bepaalde dingen te doen. En dat maakt de communicaties ontzettend veel sneller. Maar het blijft gebaseerd op een vorm van gedachten lezen, in dit geval verwachtingen hebben over de anderen, maar niet alleen verwachtingen hebben. Ik weet ook dat die ander van mij verwacht dat ik recht zal houden. Dat als ik een bepaald begrip bedoel, dat ik dat woord zal gebruiken en niet precies het tegenovergestelde. Dus je ziet ook hier die helikopterblik en de potentie van die recursiviteit, van dat inbedden van mentale toestanden in elkaar aanwezig zijn in het gebruik van conventionele taal. Maak dat nou gedachten lezen overbodig? Nou, integendeel, helemaal niet.
hulpmiddel zijn conventies. Maakt het ontzettend veel sneller. Je kunt er extra dingen mee doen, dingen die je anders zonder die conventies helemaal niet zou kunnen. Dus taal is ontzettend grote stap voorwaarts. Maar gedachten lezen, op de manier zoals we dat eerder besproken hebben, is niet overbodig. Integendeel. Paulien Cornelissen in haar fraaie boek Taal is zeg maar echt mijn ding, zegt in haar voorwoord ook dat het bijna altijd zo is dat mensen iets anders zeggen dan ze bedoelen. Iets anders zeggen dan ze bedoelen. Ze bedoelen andere dingen. Een paar voorbeeldjes van haar zijn zoiets als iemand zegt tegen je, als ik eerlijk ben, dan weet je dat er iets anders komt dat naar of ongepast is of dat soort dingen. Een dokter die een gesprek begint met, er is geen reden tot paniek, dan weet je dat je iets onder de leden hebt. Andere zijn, het punt is dat mensen zo vaak zo goed zijn in het lezen van bedoelingen bovenop wat er extra gezegd wordt, dat sprekers van de weeromstuit ervan uitgaan dat bedoelingen ook wel onderkend zullen worden, ook als je het niet heel erg expliciet zegt. Dat is de normale situatie in taalgebruik. Zeg maar gewoon, de afwas staat er nog. Hè, en je hoeft niet te zeggen, steek je handen eens uit de mouwen in een gewone huis, tuin en keuken situatie. Veel algemener, dat was geen domme opmerking van Hans, roept het beeld op dat Hans wel het soort persoon is waarvan je eigenlijk domme opmerkingen zou verwachten. Ander voorbeeld, om te laten zien hoe gewoon dat extra gedachtenlezen is, dat je dat er even uit moet pellen, dat zie je niet altijd meteen. Er komt er voor een vraag gesteld, mevrouw, is hier ergens een benzinestation? Jazeker, hier net om de hoek. Coöperatief antwoord. Maar als je nou weet dat het dicht is, en je zegt het niet, dan heb je dus wel antwoord gegeven op de vraag, is hier ergens een benzinestation? En toch heb je dan niet coöperatief gecommuniceerd. Je hebt een onbedwingbare neiging om, als je weet dat het dicht is, dat er meteen bij te zeggen. Met een maar erbij. Dus wat is er aan de hand? De achterliggende, de vraag is naar het aanwezig zijn van iets. Is hier een benzinestation? Maar je snapt in een normaal taalgebruik dat er een achterliggende gedachte is. Mevrouw, meneer A heeft benzine nodig. En dat is, dit gedachtenlezen is zo goed te doen, en dat weten sprekers ook, dat het niet rekening houden met die achterliggende gedachte non-coöperatief taalgebruik inhoudt. Dit is een oogheintje. Cartoonisten kunnen hier dus gebruik van maken. En ons taalwetenschappers laat dit zien, hè, wat er gebeurd is, zouden we kunnen omschrijven met hij doet net alsof, of misschien is hij zo dom dat hij dit echt niet kan, maar hij weigert in ieder geval om aan gedachten lezen te doen. En dat zie je dus dat dat eigenlijk heel hoort, omdat wij hier moeten lachen, laat zien dat dit niet een normale taalgebruikssituatie is. Stel nou dat hier een misverstand, of misschien zelfs ruzie uit zou ontstaan, zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Zou meneer dan kunnen tegenwerpen, als je dat bedoeld had, dan had je dat expliciet moeten zeggen. Dat het een aansporing of een verzuchting was, die uiting daar. Zo begrijp je natuurlijk wel. Is dat een valide tegenwerping tegen tegen mevrouw de uiting? En het antwoord is overduidelijk nee, dat is geen valide tegenwerping. Gedachten lezen is zo normaal in gewoon taalgebruik. Bedoelingen lezen, de woorden zijn aanleiding om gewoon om bedoelingen te lezen, is zo normaal dat je de communicatie, laten we het weer eens doen, op die manier prima kunt communiceren. Nog een keer geïllustreerd. Professionele gedachtenlezers doen ook gewoon aan gedachtenlezen, zoals wij allemaal. Dat maakt deze cartoonist als laatste ook nog eens een keer duidelijk. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank, Arie Verhagen. Ineke en Max, kom er even bij, want ja, u heeft nu de gedachten kunnen lezen van deze drie Leidse wetenschappers. Maar nu u.
Ja, van 300 mensen is een beetje lastig gedachten lezen. Daarom heeft het wetenschappelijk comité hier in de hoek heeft de piemels geanalyseerd en een wetenschappelijke steekproef genomen. Het wetenschappelijk comité is misschien wel even leuk om te vertellen dat Leo Kouwenhoven, die 3 jaar geleden begonnen is met Spinoza het paard, ziet hij nog steeds. Geweldig. En Sans van Egmond van het Rathenau Instituut, ook in het wetenschappelijk comité. Even een applaus. Nou, we hebben er een paar, dat is altijd leuk. Eens even kijken hoor. Deze gaat natuurlijk ook over gedachten lezen. Hoe weten we het? Ja. Hanna Stoffels, waar zit je? Ah, hoi Hanna. Sorry? Nou, dat moet je even komen uitleggen. Kom er even bij, Hanna. You could read my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Ja, Hanna, applaus voor Hanna. Hoi. Hanna, waarom heb je spijt van je vraag? Nou, het was zo'n leuke. Ik vroeg het net aan Ineke en toen zei ze schrijf het op, dus nu heb ik het opgeschreven. Maar het is een vraag die ik toch wel beantwoord wil hebben. Ja, want ik, taalkundige vraag. Ja. Heeft dit gedachtenlezen verhaal ook iets te maken met een mutual manifestiveness? Ja. Van Sperber en Wilson te maken. Dan moet je even uitleggen wie Sperber en Wilson... Ja, daar was ik wel bang voor. Oh, en daar had je helemaal geen zin in. Nee, daar had ik geen... Nee, nou ja, dat zijn ook mensen die zich met taal bezighouden. En ja. Nou ja, ze hebben ook een theorie van Clark en Marshall... hebben zij nog eens geanalyseerd. En dat gaat erover dat of je ook kan weten... of de ander weet dat jij weet dat ik weet. Dus ik hoorde dat voorbeeld... Van Piet weet dat, Ans weet dat, Marie weet. Maar ik ben benieuwd of dat ook te maken heeft met ik weet dat jij weet dat ik weet dat. Maar wat jij niet weet, is dat ik weet dat Ineke al wist dat jij deze vraag zou stellen. Ja, dat wist ik niet inderdaad. Dus daarom vond ik het even leuk om te stellen. Ja, nou, Ineke of Arie of Max, wie wil antwoord geven? Ja, dankjewel voor die vraag, dat is heel goed. Ik denk inderdaad dat dit duidelijk een vraag voor Arie is. Ja. Arie, vertel. Maar je moet misschien eerst even uitleggen. Maar de Arie wist niet dat wij wisten dat deze vraag zou komen. Ik moet even uitleggen wat Hanna bedoelt. Ja, die Sperber Wilson. Ja, nou die mutual manifestness is eigenlijk, dat is hun begrip. Sperber en Wilson zijn gewoon twee namen van belangrijke wetenschappers in dit vakgebied. En die hebben dat begrip gemunt. Je verwijst zelf al naar Clark en Marshall, waar zij zich weer op baseren. En daar gaat het er eigenlijk om. Dat gedachten lezen in het algemeen doen natuurlijk op basis van aanwijzingen die wel in de situatie zitten. Dus herinner je die sportschool en de koffer van... Hè? Neem nou die sportschool situatie. Daar, als ik daarin ben en die persoon die daar aan het trainen is zit daarin, dan is het voor ons beiden duidelijk... wat de situatie is, het scenario. En ik ga er ook nog eens vanuit, ik heb hem bijvoorbeeld wat horen zeggen... dat hij gewoon tot onze cultuur behoort. Dan zijn er allerlei dingen, namelijk wat is de situatie, wat weten wij... wat is het doel van zo'n school, die zijn voor ons wederzijds duidelijk, wederzijds manifest. Ja. Ik kan dat is het punt van Clark en Marshall, niet met absolute zekerheid zeggen... Maar gegeven de ervaringen die we hebben en wat we geleerd hebben, is het safe genoeg, is het veilig genoeg om daarvan uit te gaan. Dat wat ik kan zien in onze gezamenlijke situatie, dat die ander dat ook kan zien en dat hij snapt dat ik dat kan zien. Ja? En dat is inderdaad precies het punt. De mutual manifestness levert de clues op grond waarvan we dat gedachtenlezen, waarbij wij al die voorbeelden hebben gegeven, doen. En een deel van het onderzoek in dit vakgebied bestaat er dus precies uit wat voor soorten van standaard recepten, bijvoorbeeld in een cultuur, zijn er. Dat als twee mensen weten dat ze tot dezelfde cultuur behoren, dat ze er dan zonder er verder over te spreken van uitgaan dat bepaalde dingen voor hen allebei vanzelf spreken. Zozeer dat je het niet hoeft te zeggen. En dat is precies dus hoe we het uiteindelijk in elk afzonderlijk geval doen. Dus het past er helemaal bij. Okay. Ja. Ja, heel erg bedankt voor uw antwoord. Want ik heb altijd nog een onafwerkstuk hierover liggen. En het zit me altijd nog dwars dat ik het nooit begreep. Maar ik heb het nu begrepen. Dus dat schrijft zich nu vanzelf. Dat schrijft zich nu vanzelf. Nou, Hanna, hartelijk dank. Ja. Dat is wetenschap in de maak. Applaus voor Hanna. Leuk.
Nou, toch maar goed dat we hem toch nog gesteld hebben. Ja. Nou, de volgende gaat ook over cultuur. En dat is wel interessant, want wat is de invloed van cultuur op gedachten lezen? Maar het wordt wat specifieker. He, doen Japanners het anders dan ik? He, kan ik gedachten van een Japanner bijvoorbeeld lezen? En die vraag is van Stefan de Jong. Stefan, kom er even bij. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie. Ja, Stefan, hartelijk welkom. Ja, ik kan eigenlijk zelf ook al meteen een soort antwoord geven. Je zag die mensen op straat die komen aanlopen en die gaan dan automatisch naar rechts toe. Nou, ik weet niet of je wel eens in Japan bent geweest, maar dan moet je naar links gaan, want de auto's rijden daar links. Dus als je daar naar rechts gaat, dan botsen ze op ze. Is dat een antwoord op de vraag? Nee, hè? Heeft cultuur invloed inderdaad op het gedachtenlezen? En kun je ook zeggen dat er bepaalde afstanden zijn in cultuur? Heb ik je vraag zo'n beetje goed? Ja, en ik wilde ook nog weten of ik beter in staat ben dus om de gedachten te lezen van mijn buurman dan van een Japanner. En of die Japanners elkaars gedachten anders lezen dan dat Chris en ik dat bijvoorbeeld doen. Oké, dus niet alleen de afstand tussen cultuur, maar ook daarbinnen. Oké. Misschien kunnen we er een, Ineke, doe een jij mis. Duo antwoord op geven. Dan doe ik een klein stukje en ik denk dat Max hier zeker ook wat over te zeggen heeft. Dus ik zou zeggen, je hebt al aan dat voorbeeld van Schelling, hè, dus die aan die studenten vroeg waar ga je elkaar treffen in New York. Daar zie je al dat het heel veel uitmaakt of je een gezamenlijk referentiekader hebt. Dat maakte eigenlijk dat het die studenten mogelijk was om vrij precies te voorspellen waar die ander heen zou gaan. En het voorbeeld wat ik daarna gaf, dat als wij moeten afspreken, ik met iemand van u, zonder dat we het echt kunnen afspreken, in Moskou, dat we daar vermoedelijk zo weinig van weten, dat er maar heel weinig punten zijn met zo'n hoge saillantie, dat we allemaal zeggen, laten we dat maar proberen. En dat maakt dus verschil, zowel in de tijd als in de plaats. En natuurlijk hebben die met cultuur te maken. Of dat werkt. Op dit moment is dat Centraal Station in New York lang niet meer zo interessant als toen de trein echt een superhip vervoermiddel was. Dat maakt verschil in de saillantie voor studenten. Dus dat zou ik zeggen is één helft van het antwoord. En misschien dat Max daar nog wel wat op aan te vullen heeft. Wat denk je? Ja, inderdaad. Je stelde eigenlijk twee vragen. De ene vraag was inderdaad, kan ik de gedachten van mijn buurman beter lezen dan die van een Japanner? Nou, het is dus inderdaad, dat antwoord is eigenlijk nu gegeven. Op het moment dat je meer basis met elkaar deelt, dan heb je ook meer om die inschatting te maken, meer materiaal om die inschatting te maken, wat die ander zou kunnen denken. Want als je je moet gaan afvragen, wat denkt mijn buurman dat ik zal doen? Dan ga je je afvragen, nou, wat hebben die buurman en ik samen meegemaakt? En dan kun je, dus je hebt meer materiaal om mee te werken op het moment dat je aan de slag gaat. Die andere vraag, lezen wij de gedachten van een Japanner. Laten we die vraag nog even als brug nemen. Lezen wij de gedachten van iemand die we totaal niet kennen, of het nou een Japanner is of nog heel iemand anders, op een andere manier? Nou, daar is dan niks om op terug te vallen. Behalve inderdaad een soort hele ruime common sense. Die we met alle mensen met elkaar delen. Wat we bijvoorbeeld weten van alle andere mensen, is dat ze zich ook zullen afvragen wat wij zullen denken. Dat is een hele interessante basis. Die hebben we alvast. We weten van alle andere mensen dat ze ongeveer zo denken als wij denken. En natuurlijk zijn er grote culturele verschillen, maar die basis is er. En twee Japanners onderling, die zullen met elkaar opnieuw weer meer dingen delen, maar de dingen die ze samen delen, de culturele oplossingen die ze gevonden hebben voor coördinatieproblemen, zijn natuurlijk grotendeels andere oplossingen dan die wij gevonden hebben. Maar zij met z'n tweeën komen er waarschijnlijk wel weer heel goed uit. Dank jullie wel. Dat is het antwoord op je vraag. Ja, nou, hartelijk dank, Stefan. Nou, en mocht je nog eens naar Japan gaan, ik ga met je mee om de weg te wijzen. Ja. Goed. Joey Chimai. En die vraagt, is het mogelijk jouw gedachten door wilskracht of iemand anders gedachten te implanteren? Nou, dat moet je even uitleggen, Joey. Waar ben je? Kom er even bij. Ja? If you could read my mind, love. Ja, applaus voor Joey. Hoi Joy, een prachtige naam trouwens, moet ik even kwijt. Nou, is het mogelijk jouw gedachten door wilskracht of iemands anders gedachten te implanteren? Hoe bedoel je dat? Echt op afstand zo van, ik laat jou dat denken? Of? Nee, dat je op het moment dat je naast iemand staat en je gedachten heel hard denkt, dat die andere dat automatisch ook gaat denken. Het is een soort telepathie, maar dan niet al te ver. Ja. Ja.
Daar weet Max toevallig alles van. Ah, Max. Nee, maak het vanavond, Ineke. Ik wil je straks ook nog even horen. Hoor. Max, jij eerst. Nou, je kunt je net nog dat filmpje herinneren met die twee apen. En die ene, die werd een beetje ongeduldig. En dat uitte die ook door met zijn handen te klappen, zo van kom nou. En die ander, die had die gereedschapskist, die had wat die aap nodig had om bij dat sap te komen. En die ging daar een beetje mee zitten lummelen. Die ging dat touwtje om zijn nek doen, dat hebt u allemaal gezien. Die ging nog eens even kijken. Dus er was niet heel veel motivatie, dat merkte Ineke Sluiter op dat moment ook op bij die aap, om ermee aan de slag te gaan. Dus die ander, die begon eigenlijk zijn zenuwachtigheid te uiten, zodat die zenuwachtigheid zou overslaan op die ander en dat hij op een gegeven moment op zijn heupen krijgt. Zo van, ja, nu moet ik wel iets gaan doen. Want dat hadden we dus al eerder gezegd, de basis voor al dit gedrag is dat je met een ander meevoelt. Dus de emotie van het zenuwachtige, van kom, dat slaat over op die ander. En die zal dus het gevoel hebben, ik moet nu doen wat er van mij verwacht wordt. Ik kan hier niet een beetje gaan zitten lummelen. Dus op die manier is het dus inderdaad mogelijk met gedrag, de gedachten van een ander een beetje te beïnvloeden en op te dringen. Maar nu vraag jij, als je naast elkaar staat en je denkt heel hard, kan die ander dan ook denken wat ik denk? Nou, ik denk dat dat alleen kan in situaties waarin je zoveel context hebt met z'n tweeën, dat die stilte die je dan laat vallen en dat hele harde nadenken op zich die functie gaan innemen van die aap die met zijn handen stond te klappen en te wijzen. Dus dat je eigenlijk met die stilte en met het zien dat je de ander ziet dat je denkt, als dat voldoende is voor die ander om in te schatten wat je op dat moment denkt, dan is het je gelukt. Is er een antwoord op je vraag? Een beetje. Nou, dan gaan we nog even naar Ineke toe. Even een schepje erbovenop. Ja, een schepje erbovenop, maar dan is toch de vraag waarom je daar niet helemaal tevreden nog mee bent. Want jij wilt echt naar de situatie toe waar je gewoon een gedachte van de een naar de ander kan krijgen. Ja. Hoor ik dat goed? Ja. Maar wat Max zegt is eigenlijk toch wel een heel erg goed antwoord op die vraag. Want wat hij zegt is, zo los gedachten oppikken, ja, dat is wel een moeilijke zaak om dat te testen. Maar heel vaak zal dat gepaard gaan met signalen die wij kunnen lezen. En zo'n signaal kan zelf zijn, stil zijn of opeens heel erg geconcentreerd zijn of heel erg hard iets willen. Daar zullen zich toch ook fysieke uitingen mee verbinden. En als mensen gevoelig zijn, empathisch zijn, dan zullen ze misschien kans zien om dat op te pikken. Dat is toch net iets anders dan dat ik nu heel hard iets denk en dat iemand daar precies die gedachte dat is ook wel, oppikt. Daar is wel degelijk onderzoek naar gedaan. Ja. Dus als er elke perceptiemogelijkheid afgesloten is, dus je kunt niet, elkaar niet horen, elkaar niet zien, dus geen enkel, ook niet het meest subtiele signaal kan over, dan is het niet mogelijk om gedachten van de een naar de ander over te krijgen, alleen maar door het heel hard te doen. Hoe is dat onderzocht? Gewoon willekeurige groep mensen, soort, je zet ze naast elkaar, ze mogen verder niks, en dan als je ze denk naast, aan een banaan en de ander naast, zegt... Als je ze naast elkaar zet, zodat ze elkaar kunnen zien, nou, dan gaat dus er meteen ook iets weten, gebeuren, dan is er dus allerlei, dan komen we terug op die andere vraag, want is er allerlei dingen zijn wederzijds manifest, die zijn te zien. En doordat je een gedeelde geschiedenis hebt bijvoorbeeld, kan een stilte super betekenisvol worden zelfs. Ja. Maar als je, dat dus, als je geen enkel mogelijkheid van dingen te zien of te horen van de ander hebt, dus er staat een schot tussen en dat is geluidsdicht, en dan zeg je van de een, denk iets, en je probeert de ander te laten zeggen wat die ander denkt. Ja. Ja, neem die apen maar weer, want er waren twee helften aan dat experiment. In het experiment dat wij zagen, het filmpje dat we bekeken hebben, daar kon de aap zien wat die andere aap nodig had, want het was doorzichtig. In de tweede testsituatie was dat schot dichtgemaakt. Dus die aap wist wel dat er hulp verlangd werd, maar had geen idee wat die andere aap nodig had. Want hij zag niet waar hij het voor nodig had. Ja, en dan reiken ze wel dingen aan op een gegeven moment, maar het slaat feitelijk nergens op. Het is min of meer toeval, net zoals dat bij ons het geval zou zijn, of je daar het goede instrumentje aanreikt. Kortom, we kunnen wel bedenken wat de ander kan denken, maar er is altijd context nodig. De wetenschappers zeggen, telepathie bestaat niet. Klopt. Ben je het daarmee eens? Het kan ook zijn dat je andere ervaringen hebt, hoor. Eigenlijk niet. Nee, kijk eens, je bent het niet mee eens. Ja, dat mag ook in de wetenschap. Ja. Nou, en daarom ook deze vraag. Is het toch een beetje beantwoord? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, in de wetenschap mag je wel een andere mening hebben. Dat is een goed uitgangspunt. Maar daarna moeten er argumenten komen. Evidentie. Ja, heb je nog argumenten voor ze? Ja, argumenten. Ik was een keer met een vriendin een spel aan het spelen.
mastermind met woorden. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb het in het begin niet verstaan. Je was aan het spelen? Een spelletje. Ja. Mastermind met woorden. En we hadden een vierletter woord uitgekozen. En van alle woorden die er bestonden, had ik haar woord in één keer geraden. Zonder dat er een of andere... Wat was het woord? Wijk. Wijk? Ja. Ja, en wetenschappers willen dan een experiment herhalen. Heb je het nog een keer gedaan? Ja, we hebben het gerepliceerd. Toen heb je het nog een keer geprobeerd, hè? Ja. En toen? Toen was het niet gelukt. Hey. Ah. Nou, ik vind het toch een dappere poging. Ja, hartelijk dank. Dat is leuk. Ja, goed. Nou, hier iemand die zijn naam niet helemaal kan lezen, maar er staat zoiets als Henk Knaap of zo, denk ik. Het is niet eens gedachten lezen, het is gewoon letters lezen. Letters lezen lukt me al niet. Wat is nou, dat laat toch? Eens even zien. Nou, dus de vraag kan ik wel lezen. Staat Henk, u onderzoek... heet hij. Henk. Ja, Henk Knaap, toch? Ja, oké. Okay. Staat u onderzoek op de een of andere wijze in verband met game theory? Henk, kom er even bij. Met game theory? Ah. Henk, oh, daar ben je. You could read my love. Applaus voor Henk. Nou Henk, welkom. Game theory, dat moet je even uitleggen wat dat is. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dan proberen wetenschappers eigenlijk een bepaald probleem te structureren. Mm-hmm. Hoe mensen handelen, maar dan wel zo om een doel te bereiken. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het veilen van... frequenties voor mobiele telefoons. Oké, ja. Dan hebben ze de veilingprocedure zo naar het gedrag eigenlijk van de participanten proberen te vormen, dat de opbrengst het grootste is. Okay. En dat is game theory. Ja. En ik zag net ook een naam Schelling, die heeft er ook mee te maken. Zeker. Ja. Want ja, dat is eigenlijk de basis eigenlijk van de. Die heeft de grondbeginselen van de game theory gezet. En ik hoor steeds hetzelfde eigenlijk, van wat denken wij, wat een ander denkt, enzovoort. En als je dat wil structureren in een doel, dan krijg je geen game theory, volgens mij. En dat wilde ik eigenlijk vragen. Ja, jullie kennen de game theory, neem ik aan, hè? Ja, oké, Ineke. Ja, dat is een absoluut heel relevante opmerking. U zegt ook al, hè, Schelling, dat zijn de Schelling Games. Dat is een grondlegger van de speltheorie. En bij speltheorie gaat het er vaak ook om dat je mensen in een positie brengt waar ze moeten bedenken wat ze zelf gaan doen, op basis van wat ze verwachten dat de ander zal gaan doen en wat de ander verwacht dat zij zullen gaan doen. Ja. Dus dit is een van de coördinatieproblemen waar we het eerder over hadden. Er zijn heel beroemde voorbeelden van, het prisoners dilemma bijvoorbeeld. En dit is dus een van de uitgangspunten. Wij zitten vaak in speltheoretische situaties. Dat is een van onze uitgangspunten, dat hebben wij als gegeven aangenomen. En nu is onze vraag, hoe leer je dat soort denken en dat soort gedachtenleesprocessen? Dat was de volgende stap die wij namen, maar u heeft volkomen gelijk dat speltheorie een van de basiselementen is, een van de ingrediënten is van het hele gedachtenleesverhaal. Okay. Als ik je mag vragen, wie is zelf wetenschapper? Nee hoor, ik ben zelf geen wetenschapper. Oh, nee. Nou, game theory is echt hardcore wetenschap. Ze gaan wel uit van een soort rationeel mensbeeld, hè, dat je bezig bent met winstoptimalisatie. Klopt dat nog, dat beeld, dat mensen zo rationeel zijn, of doen we ook af en toe maar eens wat? Nou, nee, zelfs in de economie zijn we tegenwoordig toch wel erg bij de bounded rationality en het feit dat mensen op basis van heel andere dingen dan pure computationeel gedrag, hè, waarbij je doorrekent wat je eigen maximale voordeel zou zijn, dat is niet hoe mensen in feite hun beslissingen nemen. Daar is toch inmiddels ook psychologisch wel heel veel onderzoek naar gedaan. Okay. Maar dat betekent alleen maar dat speltheorie geraffineerder geworden is. Omdat ook deze niet strikt rationele factoren ingecalculeerd zijn. We zijn nou eenmaal mensen. We doen allerlei dingen op basis van vooroordeel, op basis van een snap decision. We zijn veel beter in sociaal redeneren dan logisch redeneren. En al die dingen, die moet je incalculeren. Maar dat is wel wetenschappelijk te onderzoeken. Zou je daar ook een soort computermodel van kunnen maken dan? Van, hè? Dat je zegt, ze gaan onderhandelen, wat komt er vervolgens uit? Hè? Je kunt voorspellen. Ik zou het kunnen aanraden eigenlijk. Ja, kan dat? Nou, nee, ik bedoel, ik vind dat wij heel veel verschillende dingen doen. En je moet op een gegeven moment ook zeggen, dit is mijn tak van sport niet. Er zijn heel veel wetenschappers die computermodellen maken hiervan. En het is ontzettend interessant wat daar uitkomt. Maar wij zijn bezig met het stukje waar je als geesteswetenschappers iets over kan zeggen. Dat wil zeggen dat we kijken naar dingen als taal, hè, het proces wat Arie beschreef.
geschreven heeft. Dat we kijken naar de rol van verhalen. Dat zijn typisch dingen waar wij goed in zijn. En waar we een bijdrage kunnen leveren aan deze grote wetenschappelijke problemen. Economen zijn hiermee bezig, psychologen zijn ermee bezig, sociologen zijn ermee bezig. Er zijn mensen die mensen in een fMRI-scanner stoppen. Die zijn ermee bezig, brain and cognition. En wij als geesteswetenschappers kunnen hier echt een goede bijdrage leveren. Maar dat betekent niet dat ik ook computermodellen moet gaan proberen te bouwen. Nee. Zou zelfs onverstandig zijn, denk ik. Ja, okay. Ja. Maar goed, wetenschappelijk gezien, game theory, je hebt groot gelijk, Henk. Okay. Hartelijk dank. Applaus voor Henk. Oh, van de ene Henk naar de andere Henk. Het is wel leuk. Het is onze DJ. Henk, ja, het is niet om hem voor te trekken, maar als hij een goede vraag heeft, dan willen we hem toch wel even stellen. Want deze vonden we eigenlijk wel heel erg grappig. Hij is vrij simpel, ik lees hem gewoon voor. Hoe moet je een strafschop nemen? Heel belangrijk. Ja. Daar heb ik een uitgesproken mening over. Kijk. Niet te veel gedachten lezen. Want uiteindelijk word je helemaal gek. Je kan namelijk wel door blijven denken. Hij denkt waarschijnlijk dat ik hem in de linkerhoek neem, dus ik ga hem in de rechterhoek nemen. Maar als hij heeft gezien hoe ik dat vaker doe, dan weet hij dat ik denk dat hij denkt dat ik hem in de linkerhoek ga nemen en dat ik hem dus in de rechterhoek ga nemen. Dus ik moet hem in de linkerhoek nemen. Als je hier lang genoeg over na blijft denken, dames en heren, dan gebeurt er precies wat er in het Nederlands elftal jarenlang gebeurd is. Ja. Dus mijn advies, maar helaas ben ik nog steeds nooit gevraagd de rol van bondscoach op mij te nemen, hoewel ik op zich vrijwilliger zou zijn voor de strafschoppentraining, is gewoon snoeihard schieten. Ja. Goed, nou, ik geloof niet dat Max of Arie hier nog iets aan toe te voegen hebben. Nee, ik weet het meest van voetbal. Ja, oh, kijk eens aan. Ja, prachtig, prachtig. We zijn door de selectie van de P-mails heen. Dat is onze wijze om het voor te structureren. Misschien dat iemand naar aanleiding hiervan denkt van, nou, potverdikker, heb ik ook een vraag. Dan kan het nu. Iemand nog? Oh, daar. Nou, dan kom ik even naar u toe, hoor. Dat moet wel te verstaan zijn natuurlijk. Komt u mee verstaan? Ja. Ik heb wel eens begrepen dat een groot gedeelte van de communicatie non-verbaal is. En zou dan eigenlijk de ondertitel niet moeten zijn, je leert het van lichaamstaal? Mm-hmm. Nou, lichaamstaal is ook taal. Dus dat zou één stuk van het antwoord zijn. Je komt inderdaad een eind met situaties interpreteren op basis van non-verbale signalen. Ik denk dat jij ook... Ja, non-verbaal gedrag. Ja. Dus in wetenschap wil je altijd juist heel goed je begrippen vrij scherp houden. Scherper dan in het algemene taalgebruik. Dus we weten wel dat mensen praten over lichaamstaal. Maar als taalwetenschappers hebben we dan liever het begrip taal beperkt tot die conventionele middelen waar ik het over had. Dat is de taal. Daarnaast gebruiken we, en dat is ook voor het begrijpen van taal heel belangrijk, omdat het altijd bijgebruikt wordt, andere signalen. Maar een bepaalde houding of een bepaalde blik, fronsen en dat soort dingen, dat zijn... Maar op een beperkt aantal gevallen kun je daarvan argumenteren dat het conventionele signalen zijn. In de meeste gevallen zijn die gewoon bijvoorbeeld in alle culturen hetzelfde. Het zijn visueel waarneembare gedragingen. Dus dat is taalgebruik, hè? Dat is klank natuurlijk ook. Of in ieder geval waarneembaar, hè? Dan auditief waarneembaar. Maar het is absoluut waar, en dat was een van mijn punten juist ook, dat je in taalgebruik, ook als we dat taalgebruik noemen, nooit alleen maar die conventionele dingen hebt, maar dat cruciaal daarbovenop, voor het begrijpen van bedoelingen, andere aanwijzingen ook gebruikt worden. Maar het hoeven niet altijd aanwijzingen te zijn, het kan ook gewoon gedeelde kennis zijn. Max heeft er ook nog wat op toe te voegen. Ja, nou, inderdaad. En wat ik daar dus nog aan toe zou willen voegen, we hebben net natuurlijk die kleine stukjes uit die sitcom zitten kijken. En daar hebben wij heel veel non-verbale communicatie gezien. En ik vertelde inderdaad van die 7 strategieën of 7 technieken die wij onderscheiden in ons onderzoek, die we dus in al die verhalen weer opnieuw tegenkomen. En die non-verbale communicatie is er daar absoluut één van. En dan zult u zich misschien afvragen, hoe kun je dat bestuderen als je het over verhalen hebt? Nou, heel veel teksten zijn er juist heel goed in om ook over non-verbale communicatie te schrijven. Ze hebben er alleen meer tijd voor nodig.
We zien nu in een hele korte tijd, zo'n filmpje is namelijk multimodaal, slaagt erin om via verschillende kanalen tegelijk met ons te communiceren. Het is talig, maar we zien ook die gezichtsuitdrukkingen erbij. En daarmee zijn we alleen maar nog sneller in staat om de conclusies te trekken die we moeten trekken. Maar het zou ook kunnen puur op papier, als we dan maar goed beschrijven hoe die lichaamstaal in dat geval die boodschap ondersteunt. En daar zie je ook weer die dubbelrol van die verhalen. Het is namelijk zo dat wij die lichaamstaal heel goed kunnen interpreteren. Voor een klein deel doen we dat automatisch, maar voor een ander deel hebben we dat ook in de loop van ons leven geleerd. En dat hebben we geleerd weer in die ervaring in de praktijk, maar ook hebben we dat juist weer geoefend in die verhalen, waar dus inderdaad iemand een bepaald gedrag vertoont, dat wordt beschreven, en daarna krijgen we een inzicht in wat diegene denkt en wat diegene beweegt. Dat bevat het verhaal vaak allebei. Dus, en dat zagen we ook bij het begin van die Friends-episode was het voorbeeld. Zij ziet het, we zien het haar zien, we zien die walging op haar gezicht. Mijn twee vrienden hebben een relatie. Dan zegt ze, my eyes, enzovoort. Dus, en daarna wordt nog een keertje expliciet gemaakt wat nou het effect daarvan is. Dus de lichaamstaal wordt hier gekoppeld aan wat zij denkt. En dat doen eigenlijk heel veel verhalen. En daarmee vervullen ze dus die dubbelrol. Ze zijn het doorgeefluik, ook weer voor die informatie die we nodig hebben om die situaties te begrijpen. Dank hartelijk dank voor uw vraag. Graag gedaan. Ja. Goed, we zijn er alweer bijna doorheen, dames en heren. Ja, ik zie aan de lichaamstaal dat u naar de bar of naar huis wil. In ieder geval hartelijk dank. Nou, heren, jullie zijn klaar. Nog even een hartelijk applaus voor Max van Duin en Arie Verhagen. Natuurlijk nog een hoop andere mensen hartelijk danken om dit hele programma mogelijk te maken. Natuurlijk de heren van NTR die staan te filmen en dat het straks weer terug te zien is op Wetenschap 24. Natuurlijk het paard van Troje. En natuurlijk de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek die achter die Spinoza-premie zit. En deze avond het Rathenau-instituut dat ervoor heeft gezorgd dat Stans van Egmond en ik hier kunnen staan. En ik wil u natuurlijk vooral ook uitnodigen voor de volgende aflevering. Want 20 maart... Dan staan we hier met Kees Dekker en dan gaan we het hebben over wat is leven. De man komt uit de nanobiologie op moleculair, atomair niveau zelfs. Leven beïnvloeden, leven maken. 20 maart. Ik wil u ook tegelijkertijd uitnodigen voor 27 maart. Dan hebben we ook weer op een dinsdagavond hier een paard van Troje, een avond die heet Voorgeprogrammeerd. Hoe het internet ons leven leidt. En dan mag ik zelf eens een presentatie houden. Want bij het Rathenau Instituut hebben we een boek geschreven, dat gaat erover. We hebben talkshow met gasten, kamerleden, band, allerlei leuke dingen. Bent u ook voor uitgenodigd? Nou, voor al dat soort dingen liggen hier de flyers klaar bij het wetenschappelijk comité. Straks gaat de DJ Henk en VJ Michiel u nog vermaken. Maar zoals altijd bij Spinoza de Paard is het laatste woord aan de Spinoza Laureaat. Ineke, dat is voor jou. Ja. Dankjewel, Chris. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van deze avond. En dan hebben we nog even één keer het plaatje dat alles zegt. Het was het plaatje waarvan ik u aan het begin van deze avond zei, nou, dit gaan we natuurlijk niet doen. Deze enge suggestie dat het allemaal paranormaal is, dat het iets heel occults is, dat lezen van gedachten. Daar moeten we eigenlijk van af. We moeten ons gaan realiseren dat wij allemaal gedachtenlezers zijn en dat we elke dag, de hele dag gedachten lezen. Dat gaat via het begrip van taal en dat we dat voor een belangrijk deel ook leren uit boeken, uit verhalen en uit andere vormen van cultureel overgedragen informatie. Een heel belangrijk gegeven voor wetenschap is dat. Dat je datgene wat heel bijzonder lijkt, misschien eerst verklaart tot iets wat feitelijk normaal is, maar waarvan je je vervolgens realiseert dat het wel degelijk verklaring behoeft, omdat het overal aanwezig is en het we ons misschien niet in die vorm gerealiseerd hadden. Dat is een aanzet voor wetenschappelijk onderzoek en dat was ook de inspiratie voor ons hele onderzoeksproject. Er is nog een ander ding, behalve dat dit zowel normaal als bijzonder is en dat dat een aanzet voor wetenschap is. En dat is, welke wetenschap moet hier dan iets over zeggen? En ik zei het u net ook al even, het zou zo verleidelijk zijn om te denken, dit is het terrein van de psychologie, de functionele psychologie, de sociologie, van de mensen met de fMRI-scanners. Maar het is heel erg belangrijk dat we kennis op tafel krijgen uit verschillende wetenschapsgebieden, waardoor je met die samenwerking een groot
raadsel van wat het betekent om mens te zijn en wat het betekent om in menselijke gemeenschappen te leven, te ontrafelen. En de geesteswetenschappen, de wetenschappers die rondlopen aan faculteiten der letteren en der geesteswetenschappen, mensen die zich bezighouden met taal en juist met de structuur van verhalen, met de narratologie, die blijken hier voor een deel informatie in handen te hebben die op tafel moet komen en die moet worden gevoegd bij de kennis uit die andere gebieden. Het is niet een kwestie van concurrentie, niet van paaltjes optrekken en hekjes maken, niet zeggen dit is mijn terrein en blijf eraf, maar we moeten juist die kennis combineren. En het is bijzonder dat de geesteswetenschappen op deze manier door hun inzicht in hoe verhalen werken, wat alle verhalen gemeenschappelijk hebben, een bijdrage kunnen leveren aan dit bijzondere en ook doodnormale verschijnsel. Uiteindelijk zijn we allemaal gedachtenlezers. Dank u wel. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass.